Hallo, ik ben Hans en ik heb een PGB en al heel wat jaren me bemoeid met alles wat met jeugdzorg te maken heeft in Noord-Nederland. En ik zit hier met... Britt en ik heb ook een PGB en daarnaast ja, heb ik nog te maken met andere vormen van zorg. En ik heb sinds kort te maken met het, eigenlijk echt met de zorg, omdat eerst alles gericht wordt door mijn ouders, maar nu door mijzelf. Ja, want je bent 18 jaar... Nee, 17. Oh, 17. En je moet het wel allemaal zelf doen? Ja, alvast voorbereiden voor volgend jaar. Ja. Je moet met zoveel dingen rekening houden in de zorg. We zijn hier vandaag te gast bij het LOC in Utrecht. 5e verdieping. Jongens, het is nu al hoog. En we gaan praten over wat ons betreft allemaal nog beter kan in de jeugdzorg. Het is een brainstorm meeting waar we dus met elkaar gaan denken van wat zijn concrete actiepunten en dingen die we kunnen veranderen in de zorg. Als zorgverlener, als zorg... organisatie, maar soms ook vanuit ons, hè, wat wij daarin kunnen doen. Ja, dit doen wij niet alleen, maar samen met andere jongeren en een professionele trainer. En aan de hand van een centrale vraag proberen wij dan concrete oplossingen te bedenken voor de zorg. En want wat hebben we tot nu toe al? Je verplaatsen in, dus we praten met de jongeren in plaats van over de jongeren. Ja, want wij willen graag zelf vertellen waar we mee zitten en wat er anders kan. En dat hoeft een hulpverlener echt niet altijd voor ons te beslissen. Nee. Dat kunnen we zelf heel goed. Plus één contactpersoon te houden in plaats van 10, 20. Zodat je echt een vertrouwensband opbouwt met je contactpersoon. En ja, je ook echt gewoon alles tegen diegene zou moeten kunnen zeggen. Want dat horen we echt te veel van anderen, dat ze constant andere voogden hebben of begeleiders en zo werkt het echt niet. Wat ik zelf ook een hele mooie vond was die inderdaad, hè, dat je meer informatie krijgt over wat er na 18 plus gebeurt. Wat wij heel veel hier horen is van jongeren inderdaad van dan ben je 18 en je moet het opeens allemaal zelf doen. Geen idee wat je dan moet doen, dus heel concreet was echt de vraag ook vanuit anderen van geef ons meer informatie. Doe dat als hulpverlener ook, die vond ik heel mooi. En een goed idee was ook om met ervaringsdeskundigen te werken, zodat zowel de jongeren zich kan verplaatsen in de hulpverlener als de hulpverlener in de jongeren. Wat erg belangrijk is om elkaars situatie en perspectief te leren kennen en ook te weten wat kan diegene zonder te denken van zo moet het, maar ook wat kan. En zie dat als een uitnodiging, hè? Mensen die dit filmpje kijken. Wij zijn ervaringsdeskundigen, ook wij jongeren kunnen meepraten over die zorg. Ik denk dat wij snel weer die discussie instappen, want we gaan nog een heleboel doen. Inderdaad. En blijf daarover nadenken, hè? De jeugdzorg, wat er beter kan. Ja, ben ik het mee eens.